in deze nieuwe video aan bos staan. Dat is echt goed weer. En daar gaan we op over tijden. Dat het nog goed weer is. Nu dat kan. Zo. Lekker chillen. Niet in een bubbelbad. Maar wel lekker chillen hier. Dus lekker genieten allemaal. Lekker genieten. Straks kunnen we misschien meer ballons dan, maar we kunnen weer gaan trekken de ballons. Dat zou cool zijn. Ik denk dat we ook straks vanaf gaan kijken waar die opstijgen. Eigenlijk. En daar heb ik jullie ook weer mee van de camera. Dus is wel leuk. Ik was echt aan het denken, als je hier barbecue in de zwembad, dat er niet samen haalt. Zoveel plaats is er niet meer over. Moet ik eens een keertje bekijken. Dat gaan we eens eventjes doen. Ik zat eens aan het kijken wat we daar gedaan hebben, want ik weet niet meer echt mijn hersenen. Ik weet niet meer waar het ligt. Het zwembad, die staat daar. Dus het zwembad, die zien we daar staan. Maar we hebben echt dat onderdeel nodig. En dat weet ik niet meer waar het is. Totaal niet. Ik kan me niet meer herinneren om eerlijk te zijn. Totaal niet. Ik had de poort even open. Als ik wil, dan ga ik ondertussen kijken naar de kleine kamer. Ik weet niet waar die kan zijn. Totaal niet. Totaal niet eigenlijk. Zo voor eronder te leggen. Zo ik kind dat we gezwembad opgezet, dat we er iets onder. En ik weet dat we dat hebben, maar ik weet niet meer waar dat we dat hebben gelegd. Dat hebben ook heel veel gedaan, heel veel dingen. Dus dat weet ik dus niet meer. Dat kan ik me dus niet herinneren meer waar dat ligt. Allee, dat daar dan nu ligt natuurlijk. Dus ben ik even aan het zoeken. Dat is de kerstboom en alles. Er zijn natuurlijk heel veel dozen. Dus als je daar moet tussen gaan kijken, denk ik dat je er wel een tijdje bezig mee bent. Dus dat wel. Ik zit altijd mee aan tafel als ik aan het eten ben. Zo'n toffe jongen, toffe meid. Ja, dit ja. Ja.
Een zeer toffe jongen. Hm? Een meisje. Heb ik het klaargemaakt. Je kunt het zien op TikTok. Heb ik het recept erop gezet. Dus het is super lekker. Het is echt heel lekker. Echt een aanrader om te eten. We hebben eigenlijk alleen maar brood nodig, eieren. En soms kun je melk op doen, ofzo, dat kun je ook nog. Maar ja, ik had geen melk. Dus met dat niet gedaan met melk heb ik gedaan wat ik had. De wind op teefjes gemaakt. Je kunt er ook nog bloemsuiker op doen en zo van dingen allemaal, dus dat kiest je zelf, maar ik weet dat ik alleen maar bruin suiker en dat het is bruine suiker geworden natuurlijk, hè. Maar het is echt super lekker. Dus met twee eitjes heb ik dat gemaakt. Het zijn nogal kleine eitjes, dus daarom heb ik die op die manier gemaakt. Echt top. Nee, we staan nog niet ver genoeg voor dit zwembad. Dat komt nog.
ga een tweede poging om er naartoe te fietsen. Hij zal de weg weten, zegt hem. Dus ben eens benieuwd, hè. Of het zo is. Of het is. Uitgegaan zijn dan dat we net Ik heb een kaartje mee voor hem gebracht. De trein komt er gewoon in. Ik hoor dat. Dat is dingelingeling, dus dat komt de trein erom. Ik vind dat we officiële t-shirts moeten in, en klokken moeten in, en posters en broeken. Gewoon een broeken. Wat ballonvrienden. Ik heb wel een ballonvaartje gezien vandaag. Dus ik vet mee. Wat daar mee gevrocht wordt dat dan klaar. Een beetje naar achter dat ik in beeld kom. Dan mag het er naar vies staan nu ook. Niet zo staan, hier zo. Waar is de camera? Doorstaan. Ja, waar ik sta. Ja, ik stond er toch gezegd. Maar een beetje achter zei ik. Ik heb niet gezegd dat je moet verzetten. Mijn fiets, hè, voor mij. Deze is het taart. Misschien dat goed in beeld komt. Ja. Zeker. Ik heb een morore plek voor de toort toch nog niet. Moet je taartje opeten. Heb je het zelf jou gemaakt, hè? Dat wordt. Dan moet je aan het begin, dat plakt erom. Zo. Eet maar lekker op. Ik heb voor mijn hand even proberen te mogen.
Ik wist het. Er was een maagdentaartje. Een spons. Ik ben blij dat ik het leuk vind. Op mijn vaste jurk. Pakken aan Natasja. Als je ze moet steken, dan kun je Natasja naar mijn plekje op. Klopt, maar op een heel nog dan maar. Ik zag dat op TikTok staan, ik zit daar moekjes bij. Maar je ziet, dat ziet er echt, het zo echt uit, hè, als een taartje. Normaal moet je dat doen met choco. Dat is echt... Wat is dat nou mee, toch? Het is toch choco, want ik dat mijn hand. Ik heb geen choco gedaan. Dat is de wel. Hier, de boos kunnen we opeten. Ballonvrienden, ik ben Kenny. Ik ben nu 23 jaar, ik ben al 24 en ik maak meestal foto's van ballon van Dordrecht. En welke ballon vindt u het mooiste van allemaal? Snowpage, hè? AD Peugeot van Sint-Niklaas, ik weet het nog niet. Welke ballon moeten ze zeker nog iets van maken? Dus welke wil je graag nog eens zien dat ze maken? Van de onze werkplaats. En waarom? Omdat ik ook iets trots kan zijn op mijn bedrijf dat ik werk. Tof. En wanneer hebt u voor de eerste keer, leg eens uit, hoe ben je, heb je de Vredesfeesten leren kennen? Dat is mijn moeder volgens mij. Ja, dat klopt eigenlijk nog. En wat is uw grote passie van een ballon? Dat een man te lang tijd dat je hem hier buiten zit, dat je opstijgt hebt of van een vlier, want ze zitten binnen of een helikopter. Wat zou je graag eens willen beleven met een luchtballon? Opstijgen, maar dat zal zondag gebeuren en mogen zien, hoop ik. Dat is diezelfde vrouw van daarnet. De motor uit hem niet trekt. Die weet dan de weg. Ja. Hier staan we dan, we zijn tot hier geraakt. We stonden daar net aan de overkant. Daar, we kunnen perfect zien, daar stonden we ongeveer. En nu staan wij hier. In je appelfeet. Momenteel. Ik denk dat hij persoon is qua ballon. Je kunt het heel goed zien, daar was het. Daar zo. Ik heb mijn verboden. Het is dan niet dezelfde vrouw aan de andere kant. Er is dan ook nooit gepasseerd. Ja. Ik ook in die buurt staan, maar ja, dat mag niet, want dat is op een parking van een ding. Dus, dat komt daar nog mee.